Yo YouTube, is er hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets heel leuk doen. Vandaag gaan we eigenlijk echt geen fuck leuk doen. Het is hier fucking 30 graden op mijn kamer. Ik ga dood. Ik heb niet eens een fucking broek aan of zo. Man, ik heb echt geen broek aan. Mijn kamer is een fucking sauna. En vandaag ga ik een heel leuke video maken over fastfood. Ik wou het een beetje leuk verhalend inleiden. Maar je kijker is gewoon fastfood hier zwaar over gehad. Dat komt natuurlijk uit Amerika. Sommige dingen zijn echt gewoon, ja. Snap je? Ja, dus doe zeker een duimpje omhoog. Smash echt een like. Want de laatste tijd like jullie niet. De laatste tijd is dezelfde. Mijn kijkers dood of zo. Like mijn video. Ik ben Ace dit. Ja, dat ben ik. Echt waar. En we gaan beginnen aan de video. Smash een like. Tot de volgende. Let's go! Vandaag 10 dingen tonen waar je spontaan aids van krijgt. Dat is niet waar. In Amerika heb je alle soorten fastfood zoals bij ons. En ze gaan er natuurlijk ook fucking veel stapjes over. We kennen allemaal de KFC. KFC, lekker. Kipjes. Check dit. Dit kan niet. Ja, eigenlijk kan het wel. Het ziet er eigenlijk wel fucking lekker uit. Als je zoiets eet, kan je gewoon al direct de afspraak maken bij je diëtist of zo. En dan verdek je gewoon direct 50 kilo. De fucking hamburger. In plaats van broodjes is het kip. Dus je hebt twee kipjes en... Holy shit. Dit is niet meer menselijk. Dit is echt gewoon letterlijk een kipburger. Maar ik zou dit eigenlijk wel eten. Als je dit eet, val je waarschijnlijk flauw omdat er te veel vet in je bloed zit. Maar kijk, het ziet er wel lekker uit. Die choppings. Ik eet heel graag fastfood. Echt, ook al is er niks in Blankenbergen van fastfood dingen. Ik eet het echt heel graag. Het boeit me geen fuck dat het ongezond is. Het enige wat me wel een fuck boeit is dat als je het veel eet, je gewoon, ja, krijg je gewoon puisten. Dus that's true. That's like how it works. If you eat too much unhealthy shit, je krijgt puisten. Dit is daar een mooi voorbeeld van. What the fuck? What the fuck? Dit zou ik zelf niet eten. Kijk, misschien deels omdat het eruit ziet als kak. Maar ook deels gewoon omdat... Dit is veel te cheesy. Ik denk als je dit eet, je gaat daarna gewoon liggen op een bank. Ik weet niet, ik denk dat je lichaam gewoon zweet. Maar echt gewoon die kaas. Snap je? Dit ziet er niet eens lekker uit. Dit is te veel. Te veel kaas. Te veel jalapeno's. Te veel broodje. Broodje ziet er ook gewoon niet zo tasty uit. Nee, serieus, maar deze foto's zijn ook gewoon echt scheef. Dit is altijd hoe een hamburger er in het echt uitziet. Je ziet de foto van een Big Mac in de reclame en dan zie je hem in het echt en dan denk je, yo, what the fuck? Dit is gewoon zo'n hamburger. Je bestelt dit, maar je krijgt dit. Fastfood! Deze hamburger noemt by the way de Jack in the Boss Jalapenos Burger. Deze? En dit vind ik dan weer gewoon fucking nice. Dit is een soort van groot brood en daarin zit er gewoon fucking pasta. Fucking macaroni. Pasta bread bowl van de Domino's. Kijk, zo dingen zou ik dus wel eten. Dit is eigenlijk gewoon pasta in een pizza. Fucking nice! Waarschijnlijk ook weer fucking vettig. Waarschijnlijk is er niks gezond aan. Waarschijnlijk zit er ook niet eens kaas in of zo. Allemaal chemische producten. Ik zou het gewoon choppen. I would eat this. Bij ons in de McDonald's zijn er altijd van die meisjes die zo famous willen zijn. Maar het eigenlijk niet zijn. En dan gaan ze naar de McDonald's. En dan eten ze daar zo'n. Ja, gewoon McFlurry. En... Oh, Mackie doen met B. Ja, je gaat naar de McDonald's en eet een ijsje. Waarom zou je dan naar de McDonald's gaan? McFlurry is lekker, man. Gewoon ijsje is 10.000 keer beter. Naar de Mac gaan is niet speciaal. Dit is de fucking Red Robin Raymond Burger. Yo, dat is driedubbele alliteratie. Dit is fucking hamburger, maar dan ramen als broodje. Yo, dit is echt illegaal. Ik zou me niet verwonderen als dit gemaakt is door Chinezen of zo. Dit is echt zo weer door mensen met een obsessie voor ramen. En toch zou ik dit eten. Leuk het is om zo'n hamburger vast te houden, maar allemaal glibberige noedels. Ja, hoe die idee is. Er zitten ook veel groentjes tussen, dus het is waarschijnlijk gezond. Vraag me altijd af of die groentjes van de McDonald's wel groenten zijn. Snap je? Naar de McDonald's gaan voor een salade. Is het hetzelfde als naar de hoeren gaan voor een knuffel. Dat doe je niet. Maar oké, ik zou dit eten. Dit ziet er niet eens zo slecht uit. Waarschijnlijk is het wel fucking slecht, maar ik zou het proberen. Ja, en ik weet niet wat dit is, maar dit is een soort van bol gevuld met ijs. Ze hebben het gedraaid in kruimels van cornflakes. En als je die linkse foto ziet, dan denk je van, oh leuk, ik zou dit eten. Dit ziet er lekker uit. Kijk naar die rechtse foto en dat is natuurlijk hoe het er echt uit ziet. Gewoon kak. What the fuck? What the fuck? Ja, inderdaad. What? The fuck? De Taco Bell Crunch Bite Light. Zo noemde het dus. Ik wou het een beetje leuk uitspreken, maar dat gaat dus niet. Ik meen het, dit is obesitas en bolletjes. Diabetes en bolletjes. Je eet fucking veel cornflakes, je eet fucking veel ijs. En ik weet niet van wat het bolletje zelf gemaakt is, maar dat is rood. Dus eigenlijk wil ik niet weten waarvan het gemaakt is. Ik zou dit niet eten, maar echt niet. Omdat ik daarnet toch had over fucking McFlurry. Dit is een bacon sundae. En zoals de naam het al zegt, het is gewoon een ijsje met bacon. Een ijsje met vlees. Gekarameliseerd.
geconcentreerd. Fucking veel suiker. Waarom zou je dit eten? Zou het ooit tegen opkomen om te zeggen: ik ga een ijsje met bacon. No! Zo werkt het niet. Je kan niet fucking twee random dingen combineren. Je kan niet zeggen: yo, ik wil nu een hamburger met broccoli. Nee, don't do that. That is fucked up. En toch zou ik het eten, want het ziet er eigenlijk wel nog lekker uit. Dit zou ik dan weer echt fucking hard skippen. En dat is niet omdat ik racistisch ben, maar ik zie al comments komen: hey, IJsuts, waarom zou je geen zwart burger eten? Ben je racistisch of zo? Nee, what the fuck? Het is gewoon raar. Nu jullie die aflevering nog kennen in SpongeBob, waar ze allemaal van die gekleurde hamburgers gingen verkopen. Wel, dit is hetzelfde. Burger King Halloween Whopper. Een zwart broodje. Nee, kan echt niet. Kan niet lekker zijn. Tenzij je je ogen dicht doet. Maar ik, waarschijnlijk smaakt het exact hetzelfde als gewone Whopper. Maar het is zwart. Broodje is zwart. Het is alsof je water bestelt en het is paars. Drinkt paars water. Dat klopt niet. Maar oké, ik sta open voor veranderingen. Maar hier sta ik dan echt niet voor open. Mac en Cheetos. Het zijn chips. Ofwel met kaas. En macaroni. En je krijgt het natuurlijk bij de Burger King, want daar hebben ze altijd van die geweldige ideeën. Hey, laten we chips vullen met macaroni. Ik moet toch even, het is wel fucking origineel. Lijkt ook echt weer op, weet ik veel, tenen of zo. I don't know. Dit is de definitie van Amerika. Chips gevuld met macaroni. Dat probeer me nu in te beelden hoe het zou zijn om te bijten in de chip. En dan bijt je en dan voel je macaroni. En dan denk je van, this is not good. Het smaakt naar poep. Snap je? Zoiets. Het is raar. Het is zeer vaag. En dit is dan weer een fucking tosti met een hamburger tussen. Die linkse foto is nog oké, maar die rechts is, iets volledig anders. Ik weet niet wat het is. Ze hebben er ook nog salade bij gedaan om het nog een beetje gezond te maken. Maar dat helpt niks. Die salade is gewoon ook vettig geworden. Die salade is ook gefrituurd. Weet je hoe we tosti noemen in België? Een croque monsieur. Dat is geen grapje, wij zeggen echt croque monsieur. Je moet dat een beetje zeggen met een Frans accent zo. Excuse me, een croque monsieur. Snap je? Het is een croque monsieur met een hamburger tussen. Ja, dit zou ik gewoon eten. Dat is This looks good. This doesn't look good. What the fuck? Dit is de omelet biscuit. Nee, nee, echt niet. Nee. Hey, wel, dat ene meisje in je klas die altijd zo raar eten mee heeft voor in de middag. Die altijd zo verpakt zit in aluminiumfolie en eigenlijk lijkt het echt op braaksel. Dit is zoiets die ingepakt zit in aluminiumfolie. Dit is zoiets die geheten wordt door de duivels van de school. Meestal door mensen die school leuk vinden. Zij eten altijd van die fucked up shit. Dan vraag je hen: yo, wat ligt er tussen je brood? Een omelet met kaas en hes. Is heel lekker. Vraag me dan ook af welk geluid dit zou maken als je erin bijt. Ik denk dat het iets zo... De loaded omelet biscuit. Ontbijt of avondmaal. We weten het niet. Maar het lijkt echt op, weet ik veel, dat rechtse lijkt echt gewoon... Eerlijk, het lijkt gewoon op kots. Echt waar. Zo denken kan je echt naar de politie gaan, denk ik. This shit ain't good. En tot zover mijn zoektocht naar overdreven fucking fastfood. Ik denk dat ik nu even ga kotsen of zo. Naar de McDonald's gaan. Dat ga je niet doen. Er is geen McDonald's in Blankenberg. Vonden jullie dit nu een leuke video? Laat je zeker dat je mag. Mijn naam is Acid. Niet Henk. Niet Dirk. Niet Kuit. Man van de baan. Ja, bedankt om te kijken deze video. Vond jij die leuk? Laat je zeker dat je mag. Ik ben Acid. En ik zou zeggen: ja. You. Ja. Hallo. Muziekje. We gaan naar Walibi. Ik had dus een stukje gefilmd, ik weet niet waarom, maar ja, ik was mijn microfoon vergeten aan te zetten. Dus hier hebben jullie beelden van ik die praat. En ik wou gewoon zeggen dat ik vanaf morgen 2 video's per dag ga uploaden. Waarschijnlijk gaat dat niet lukken, maar ik ga het wel proberen. Dus dank wel om de video uit te kijken. Jullie zijn legends, go van jullie. Tot morgen met 2 video's. Als dat niet lukt, jammer. Jammer dan, Peter Pan, eet een broodje ham met een pan. Ja, joehoe, like en tot de volgende keer.